Richel, jij bent op het allerlaatste moment opgeroepen door Manon Bollegraf. Waar was je op dat moment? Nou, op het moment was ik thuis. Dus toen werd ik door Manon gebeld. En ja, het is natuurlijk niet leuk voor Kiki dat ze geblesseerd was. Maar ja, ik vond het natuurlijk erg leuk. Had je er nog rekening mee gehouden? Nee, eigenlijk niet. Want je hoorde het een dag ervoor. Dus je verwacht niet dat in een dag dat er nog zoiets gaat veranderen. Ik wist natuurlijk wel dat Kiki niet helemaal fit was. En dat hij met de gezondheid in Parijs al een paar dagen dat het niet zo goed ging met de rug. Dus ja, ergens in je achterhoofd hou je er misschien nog rekening mee dat er zoiets kan gebeuren. Maar nee, ik had er niet echt verwachtingen aan overgehouden. Ben je zelf fit genoeg? Ja, ik ben zeker fit genoeg. Ik ben al een weekje ziek geweest, maar ik heb nu twee goede trainingsdagen gehad. En ik voel me verder prima en elke training gaat beter, dus ja, ik ben zeker fit genoeg. We staan hier op het Center Court. Je hebt hier de laatste training gehad voordat de wedstrijden beginnen. Ja. Hoe ging de training? Goed, ik denk dat dit van de vier trainingsmomenten die we hier gehad hebben, dat dit mijn beste trainingsmoment was. Dus dat is natuurlijk lekker dat je afsluit met je beste training. De grote vraag is, Richel, ga jij spelen tegen de Bulgaren? Ja, ik mag singelen, dus ik begin morgen met de eerste wedstrijd. Of niet? Het is altijd een eer om te spelen en dit wordt de eerste keer dat ik ook mag singelen. Dus tot nu toe heb ik gedubbeld. Dus ja, dat vind ik super dat ik nu mag singelen.